Bijzondere vrouwen. Malala Yousafzai. Malala is geboren in Pakistan op 12 juli 1997. Malala woont in een rustige stad in Pakistan. Op een dag komt een groep mannen met wapens, de Taliban. Zij komen aan de macht en iedereen is bang voor hen. De meisjes mogen niet meer naar school gaan. Veel mensen gaan niet akkoord, maar ze durven niets te zeggen. Ze vinden het veiliger als hun dochters thuis blijven. Het wapen, op de foto zie je verschillende wapens, messen, geweren, ook een steen kan je als wapen gebruiken. Dus alle voorwerpen waarmee je een andere persoon pijn kan doen of kan kwetsen, dat is een wapen. Ze komen aan de macht, dat wil zeggen, zij worden de baas in het land. Veilig wil zeggen, het is niet gevaarlijk. Als je bijvoorbeeld in de bouw werkt, dan moet je een veiligheidshelm dragen op je hoofd. Je moet veiligheidsschoenen dragen. Als er dan een ongeval gebeurt, dan is jouw hoofd of zijn jouw voeten beschermd. De mensen vinden het veilig als hun dochters thuis blijven. Als zij thuis blijven, dan kan er niets gebeuren. Dan is het niet gevaarlijk. Dus dat is veilig. Malala gaat heel graag naar school. Ze vindt het niet eerlijk dat meisjes niet naar school mogen. Ze schrijft erover op het internet. Ze schrijft dat onderwijs belangrijk is, ook voor meisjes. Haar vader is leraar. Hij vindt ook dat zijn dochter naar school moet gaan. Een paar dagen later stapt Malala in de schoolbus. Plots stopt de bus en twee mannen van de Taliban stappen in en roepen: "Wie van jullie is Malala?" Eerlijk, dat wil zeggen iedereen mag hetzelfde doen of iedereen krijgt hetzelfde. Als jongens wel naar school mogen gaan en meisjes mogen niet naar school gaan, dan is dat niet eerlijk, want jongens en meisjes mogen niet hetzelfde. Als jij twee kinderen hebt en jouw ene kind geef je 4 snoepjes en jouw andere kind geef je 2 snoepjes, dan zegt jouw kind misschien ook dat is niet eerlijk, want ik krijg minder snoepjes. Dus eerlijk wil zeggen iedereen mag hetzelfde doen of iedereen krijgt hetzelfde. Het onderwijs, dat is alles wat te maken heeft met het geven van lessen. Je hebt bijvoorbeeld het kleuteronderwijs of de kleuterschool, het lager onderwijs of de lagere scholen, het middelbaar onderwijs of de middelbare scholen en zo verder. Onderwijs is niet altijd in een school. Er bestaat ook thuisonderwijs, wanneer mensen bij hen thuis lesgeven. Dus onderwijs is alles dat te maken heeft met het geven van lessen. De vriendinnen van Malala kijken naar haar en de mannen beginnen te schieten. Malala krijgt een kogel in haar hoofd. Malala wordt snel naar het ziekenhuis gebracht en ze blijft leven. Een beetje later gaat ze naar Engeland. Daar krijgt ze verschillende operaties in het ziekenhuis. En daar is ze veilig voor de Taliban. De kogel? Een kogel komt uit een geweer. Als iemand schiet met een geweer, dan komt er een kogel uit het geweer. En Malala had dus een kogel in haar hoofd gekregen. De operatie, een operatie gebeurt in een ziekenhuis.
Als de dokters moeten snijden in jouw lichaam, dan is dat een operatie. Malala zegt: we moeten onze boeken en pennen pakken. Dat zijn onze sterkste wapens. Een kind, een leraar, een boek en een pen kunnen de wereld veranderen. In 2014 krijgt Malala de Nobelprijs voor de Vrede. Ze is nog maar 17 jaar. Malala studeert politiek en economie aan de Universiteit van Oxford in Engeland. Maar na haar studies wil ze terug naar Pakistan gaan, want ze wil dat alle meisjes in Pakistan goed onderwijs krijgen.